Ladies, vertel, waar zijn we? Vandaag, welkom op het vrijwilligersfeestje 2023 voor alle vrijwilligers van het Kamphuis. Kijk maar dan! Yeah! De locatie Villa Westerend. En het is hier fantastisch. En weer... Het zonnetje schijnt, meiden. Echt geweldig. Ja, fantastisch. Oké, nou. Laten we de vrijwilligers in het zonnetje zetten vandaag. Zin in! Echt super, super welkom. Namens Hallo, Ilona, Sheila. En we hebben nog een bestuur Jan. 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 Samen met allemaal mooie mensen die zich inzetten voor het Inloophuis. Dus geweldig. Dank jullie wel dat jullie er zijn. Ja, nee, wat wel leuk is, is dat we natuurlijk alle inloophuizen in Nederland hebben vanaf 1 januari dus allemaal geld gekregen voor KWF. Waardoor we dus meerdere coördinatoren aan konden nemen. Wij hadden al betaalde coördinatoren. Maar er waren ook inloophuizen die nog geen coördinator hadden. En dat is natuurlijk echt een enorme... boost voor al die inloophuizen qua professionaliteit en ook continuïteit en dergelijke. En ook voor ons, want Manon en ik die hadden wel het tweede bos voorhoofd. En nog steeds wel, maar we zijn wel blij met deze twee nieuwe aanwinsten. Want dan kunnen we gewoon iets meer ademen ook. Hè? En iets meer ook met andere dingen bezig zijn en meer dingen ontwikkelen en allemaal goede dingen. Het logo wordt nu bekendgemaakt. Tadaa! Dit is onze nieuwe banner en ons nieuwe huis. En we hebben uiteindelijk toch ook weer voor huis gekozen, omdat we ook wel terugkregen van jullie in de enquêtes dat huis is die huiselijkheid, die gezelligheid, een laagdrempeligheid. En een centrum is veel te plastisch, zorgelijk, of nou niet zorgelijk, maar zorgafstandelijk, dat is een mooi woord, Ellie. Ja. Dus Ipsohuis, Kennemerland, Centrum voor Evenementen. Oh, yeah.
Dit was op, dit erop, de vrijwilligersdag van Innohuis. Maar het heet nu Ipsohuis. Kennen we dat al? Lekker fotootje maken. Vertel, wat hebben we allemaal gedaan vandaag? We hebben vandaag een fantastische vrijwilligersdag gehad. Dus we zijn kort en veel gaan doen. Bij elkaar hebben we heerlijk gezeten en geluncht met elkaar. Ja, echt lekker! Fantastisch weer. Het is echt gegund in het huis. Prima locatie. En je Ipsohuis. Prima locatie. Villa Westend. Echt prachtig. Hartstikke leuk met sportsupport. We hebben leuke activiteiten gedaan. Echt. En alle vrijwilligers zijn in het zonnetje gezet. En dat hebben ze ook zeer verdiend. Alle inzet die zij altijd verrichten. En dat is super tof, want het is heel belangrijk om mensen überhaupt geraakt door kanker, om die een steuntje in de rug te geven en te helpen om weer verder te komen. En zo is het. En zo is het. Zo is het maar net. Doei. Doei.